Het thema van deze avond is Nothing Attempted, Nothing Achieved. Wie niet waagt, niet wint. Heel veel mensen hebben talent, zijn een beetje bang om dat talent te tonen. Ook een beetje bang om zich helemaal uit te leven in dat talent. En als je niet probeert om het te maken en om het te laten zien, dan kom je eigenlijk niet echt tot resultaat. En dan zit je soms wel met een kleine of een zelfs hele grote frustratie. Want kunst, creatie, is eigenlijk iets waarin je kan uitleven en je als mens vollediger, completer kan maken. En dan nu ga ik even M&M laten zingen, spelen. Alsjeblieft. Ik ben
Toen ik de titel hoorde, aarzelde ik een beetje. Nothing attempted, nothing achieved. Het klonk me zo zwaar in de oren. Een beetje negatief zelfs. Zoiets als, ja, als je niets nastreeft, dan kan je ook niet bereiken. Hoeveel duizenden mensen hebben de laatste jaren, en zeker de laatste tijd, hun huis, hun thuis, misschien hun familieleden, hun land verlaten. Alles lieten en laten zij achter om zich vaak in schamele bootjes de oversteek te maken naar het westen. Weg van de oorlog, weg van onmenselijke levensomstandigheden. Met in hun rugzak alles wat hen nog rest. Wat de toekomst hen brengen zal, weten zij ook niet. Misschien de dood, misschien een beter leven. Zij wagen het erop. Zij leven van hoopvolle gedachten. Zij riskeren alles, zelfs hun eigen leven, om iets te bekomen wat hun kostbaarste bezit is. Leven, waardig leven, leven met kansen om eigen kwaliteiten te ontplooien. Leven met toekomst. Helaas blijft het voor veel te veel mensen een droevig verhaal. Deze tentoonstelling schept voor heel wat creatieve mensen ruimte om hun talent te tonen. Want jullie verdienen ons respect, onze aandacht en onze vriendschap. De kunst der kunsten is voor mij de levenskunst. Op tentoonstellingen als deze gaan kunst en levenskunst hand in hand. Dat maakt deze tentoonstelling zo boeiend, zo uniek, zo uitzonderlijk, zo bijzonder. Dames en heren, het is een hele mooie combinatie. 18 verschillende kunstenaars met verschillende achtergronden, verschillende stijlen, verschillende verhalen, die samenkomen in één tentoonstelling die meteen ook een samengaans van verhalen, herinneringen en interessante feiten. En net zoals Zaal onder de Toren een belangrijke plek is in onze geschiedenis, verdient deze tentoonstelling eigenlijk ook wel een plek in de annalen van Hasselt. Deze tentoonstelling is dan ook een voorbeeld van hoe het kunst- en cultuuraanbod de voorbije jaren in Hasselt verbreed is geworden. Er zijn de professionele cultuurhuizen die steeds vaker samenwerken. En onder het motto, wij zijn zelf ook cultureel kapitaal, zijn er meer dan 200 socioculturele verenigingen en een veelvoud aan kunstenaars die dag na dag actief zijn in de wereld van kunst en cultuur. In de laatste jaren zijn er niet alleen meer cultuuractoren bijgekomen, we kregen gelukkig maar ook meer en meer diversiteit binnen ons aanbod. WZW-perspectief heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. En in het bijzonder ook Maarten. Jullie zorgen letterlijk en figuurlijk voor meer kleur in ons cultuuraanbod. Al was het maar al door de kleurrijke werken. En toen ik me daar straks aan het voorbereiden was op deze opening, en zoals dat tegenwoordig gaat, Facebook opendeed en alle kunstenaars eens begonnen op te zoeken, was er eigenlijk één heel duidelijke constante. Maarten was de Facebook-vriend die bij iedereen opdook en toevallig ook altijd als eerste vriend opdook. De 18 kunstenaars, elk met zijn eigen rol, hun eigen verhaal. Ik denk dat alle 18 kunstenaars zich gewaagd hebben aan een uitdaging en eigenlijk bij voorbaat al gewonnen hebben door het feit dat ze hier deelnemen, allemaal samen. Met Maarten als verbindende factor en VZW-perspectief als drijvende kracht achter toch een heel groot stuk van ons diversiteitsgegeven hier in Hasselt, waar wij als stadsbestuur alleen maar heel dankbaar en trots op kunnen zijn.
dankbaar dat jullie mee jullie schouders hieronder zetten. En vooral trots dat we zo'n mooie verzameling aan mensen hebben. Ik denk misschien niet zo goed verzameling, maar alleszins zoveel mensen hier in Hasselt. Of men nu inderdaad ooit ervaring als vluchteling gehad heeft, of gewoon zijn hart openzet voor mensen die van ergens anders komen. We zijn allemaal mensen. We hebben allemaal een kleur en we zijn, en dat zien we aan de werken, tot heel veel in staat als het gaat over onszelf uitdrukken met kunst. Dus bij deze aan iedereen, alle 18 kunstenaars namens het stadsbestuur, onze burgemeester die er inderdaad niet kon zijn, maar mijn collega Schepenen, een hele dikke proficiat met deze tentoonstelling. En vooral ook een hele dikke merci voor het feit dat wij, mensen die nog niet aan het schilderen geslaagd zijn, toch mee kunnen genieten van alles wat hier te zien is. Dus bij deze is deze tentoonstelling officieel geopend. Heel veel succes de komende week. Ik ben zo blij dat jullie zijn hier vanavond. Ik ben dankbaar aan jullie om hier te zijn aanwezig, om te genieten van onze kunstwerken. Maar ik heb respect voor mijn papa's hier. En zijn mijn motivators, als ik moet zeggen. En onze papa Alfonso Put, alsjeblieft, applaud voor dit papa. Om te samen de tentoonstelling doen, voor me, dat is tough. En dat is de bedoeling van de tentoonstelling. Nothing attempted, nothing achieved. When I see this type of people, I just feel young. 60 years, 80 years, I get 20 years near, don't go. Ik ben mijn motivator, ik ben blij. It's mogelijk for you to say, yeah, I can do that too. You listen to me. And met you, met your three daughters, so some of them constantly to do for me, that's all tough. That's family in the same desire. For me, it's not for next. Ik ben dankbaar om to some of them constantly to do met you. As it began. It kept Andrea Papa. At a packety, 77. And that is Jeff Yassin. That's Andra Papa. He kept you Papa. She knew, And Osama then goes telling to do better, tough. We all that they can see. And my name will come in the Kakon is very respectful. We've been done by you. After faculty, civil and faculty. And he kept in young, what is Diderik? My Diderik is here. It will be 20 years. 40 years was negative. And he put a case in, that's 20 years. So from 20 years to after faculty. For me, that is tough. The tentoonstelling, Benson Hebbog said, Martin, we are on tentoonstelling, 12 February and April. Then you get the same page. Page you get, my tough get, and tough, let him be doing it. All that Benson said, Kunst is not for us, it's for kinches. And you get the zinc, bar houses and leak from chlorine. Bureau, said egg leak from chlorine. He kept my flag warm, Michigan, said the work team, and the work from Picasso, and Picasso is dead. The work from Van Gogh is dead. And he kept his heavy work there, €3 million in Duke. Met so land and taking it. €520,000. I said, we move to Beijing, Belandere. Nothing attempted, nothing achieved. At the beginning of the clag, when we continue to complain and we do nothing,
nothing happens. Maar om hem te spelen met chlorine, en ik heb gezien dat iedereen het iets. En voor mij, dat is de chlorine. Sommige mensen met oranje in zijn geest. Sommige mensen met rood. Sommige mensen met blauw. En als we kan examen brengen, één keer zo, of twee keer, of drie keer per jaar, maakt niet uit. Ik denk is mooi. Om mensen te samenbrengen. En als ik zie mensen zo, als ik altijd zeg, de vandaag is ook mijn verjaardag. Wat mensen komen zo, kijken naar de kunstwerk, genieten van de kunstwerk, knieven geven aan elkaar, samen genieten, en als je wilt om in kunstwerk naar je huis, ja, te nemen waarom niet, daarom ik ben dankbaar aan jullie. Thank you.